Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over het goudaandeel, goud- en koperaandeel moet ik zeggen, McEwen Mining. Code MUX. Ik kreeg een verzoek om juist dit aandeel eens te bespreken. En ja, lijkt me goed. Ik heb de aandelen zelf, dus realiseer je dat. Dus even duidelijkheid waar ik sta. We gaan eens even kijken bij Financial. We zien hier McEwen Mining, MUX. De koers is 7,30, is net flink gedaald, 3,5%, dus dat is wat minder. En als we gaan kijken, het is nu 360 miljoen waard. Dus het is een relatief klein bedrijf. Er wordt geen dividend uitgekeerd. En als wij verder gaan kijken, dan zien we dat de koers-winstverhouding volgend jaar 200 is. En nu is er geen winst. En dat is toch wel even iets om goed naar te kijken. En dan zie je ook profitability en management effectiveness is waardeloos. Echt heel slecht. De omzet 135 miljoen. En er is een shortpositie van 2,23%. Dit bedrijf heeft het de laatste jaren niet best gedaan, vind ik. Maar goed, daar gaan we zo eventjes verder naar kijken. Boekwaarde is de koers ongeveer, dus dat is op zich niet zo heel erg. Er is een 42 miljoen schuld, er is 90 miljoen in kas. En er is een vrije cashflow van negatief 83 miljoen. Dit zijn geen goede cijfers. Ik ben ook niet zo heel enthousiast over het bedrijf. Ik heb de aandelen, dus dat moet ik wel zeggen. Maar ja, daar is een reden en dan gaan we zo meteen wel kijken of ik de aandelen heb. Maar ik ben er niet enthousiast over. Dit had gewoon veel beter mogen staan en dat staat het niet. 17% in een insider, ja, dat is McEwen zelf. Die heeft er nog zoveel. Dan hebben we wat instituten, waaronder Van Eck en BlackRock. Die zitten daarin. En Vanguard zit er ook in. Niet zo heel groot, maar goed, ze zijn er. Dus dat is op zich wel mooi. Kijken we naar de insider transacties. Wat is de rest van het bestuur gedaan? Het is omlaag. Nou, dan zie je, daar is niks. Purchase, dus dat is alleen maar goed. Nou, 83, daar wil ik ze ook wel verkopen. Dat was een jaar geleden, het anderhalf jaar geleden. Dat is niet slecht, 83 cent. Maar dat zal ongetwijfeld te maken hebben met opties die zijn uitgevoerd. Analisten, die kijken er als volgt naar. Een verlies, maar het verlies wordt minder. En voor volgend jaar was het een verlies en is nu een winst. Vandaar die koerswinstverhouding van 200. Dus dat is dan weer wel positief. Dat het beter gaat. Maar je ziet in de omzet, dat scheelt echt helemaal nog niks voor. Er zit nog geen verbetering in. Nou, we gaan eventjes kijken naar, en dan moet ik even zoeken waar ik die heb staan, want ik had hem klaarstaan, dacht ik, maar dat heb ik dus niet. Even kijken waar ik die heb. Ah, hier. Ja. De presentatie van het bedrijf zelf. En een heleboel dingen van, dat is allemaal, je moet het met een korreltje zout nemen. Dit is McEwen zelf, die 17% heeft, Rob McEwen. Institutioneel hebben 21% en retail, dat zijn jij en ik, eventueel 62%. Nou zegt ze zelf, ja, de fully alignment with the shareholders. Ja, ja, dat kan je wel zeggen, maar dan heeft hij het de laatste jaren niet zo heel denderend gedaan. Aan de andere kant moet ik wel zeggen, er is nu meer aandacht naar koper aan het gaan en dat is niet ongunstig. En die goudprijs die wordt nogal gemanipuleerd. Koperprijs echt nodig voor de transitie naar andere soorten energie. Dus daar is wel goed dat je daar mee bezig gaat. Dus dat is heel goed. En ze zitten in een aantal regio's. En dan de value waardering dat ze denken. Ja, ik denk dat het verstandig is om hier te gaan kijken. Van hey, is dit een interessant bedrijf en hoe kijk ik er daarnaar? Nou, dat is een van de dingen waar ze in zitten. Ze zitten in Peru, Chili en in Argentinië. Dat zijn niet de meest stabiele landen in de wereld. Argentinië is net toevallig een nieuwe president gekozen. Die zegt, ik ga helemaal overnieuw beginnen met de economie. Hoeft niet ongunstig te zijn voor dit bedrijf. Aan de andere kant, het is vrijwel zeker als je een economie echt helemaal omgooit, dan gaat er een crisis ontstaan. Dan hoop je dat er vanuit die crisis dat er iets moois wordt opgebouwd, maar er ontstaat een crisis. En de nieuwe president van Argentinië wil een heleboel ministeries wil die schrappen. En ja, dat lijkt allemaal zo mooi. Hè? Het ministerie van Transport wil die schrappen. Ja, kan. Hè? Een pennenstreek, het ministerie van Transport bestaat niet meer. Maar wie gaat dan de wegen onderhouden? Wie gaat verkeerslichten onderhouden? Wie gaat nieuwe projecten bedenken? Hoe ga je dat dan doen? Er moet toch iets voor zijn. En dan kan je wel zeggen, ja, ik gooi het ministerie weg. Maar dan gooi je ook al die kennis weg. En hoe bouw je dat dan weer op? Hoe je het ook op wil pakken.
Hoe bouw je het op dat dat dus goed gebeurt? En ik denk dat die ietsje te makkelijk is in, oh, dat hoeft de overheid niet te doen, kan een ander doen. Zoiets moet je, als je dat doet, naar mijn idee, heel gedegen oppakken en rustig, zodat die mensen, als je het wil privatiseren, dat je dat op een wat vertrouwde manier doet. Dat wil hij niet, hij wil dan een keer omgooien. Nou, dat lijkt mij niet zo slim. Maar dat gaat dus wel onrust betekenen in het land. En dat maakt dat mijn bedrijven daar dus mogelijk ook last van hebben. Nou, Peru en Chili zijn ook niet zo echt stabiele landen. Dus dat deel van de bezittingen van McEwen, ja, zijn wat gevaarlijk. Moet ik wel zeggen, die posities die ze hebben zijn niet slecht. En dat ga je ook zien als je dit allemaal kijkt. Op welke hoogte is het? Is dat dan heel belangrijk? Maar goed, kan je afvragen. Hoe hoog is de gradatie, de grade van in het steen? Hoeveel is er dan aan koper? Dat ziet er allemaal netjes uit. Het zijn allemaal positieve dingetjes. En je zegt, nou ja, ten opzichte van anderen zijn ze niet slecht bezig. Kijken we naar McEwen Copper, dat zit daar dus in. En dan zie je dat de 47,7% van bedrijf is dan van MUX. Stellantis, dat is dan in Detroit, Fiat en Chrysler is Stellantis. En eigenlijk hoofdkantoor in Nederland trouwens. Die heeft 19,4%. Rio Tinto zit erin. Nou, Rob McEwen heeft dan ook 12,9% van McEwen Copper. Dus ook dat is dan op zich wel netjes dat ze daarmee bezig zijn. Dus het is niet slecht, maar wat me wel opvalt en opgevallen is, ze hebben het niet goed gedaan de laatste tijd. Maar er zit natuurlijk een investeringsperiode in om dit allemaal op te zetten. En ja, dan moet je hem die tijd geven. Nou, die heb ik hem gegeven en nu moet hij gaan oogsten. En vandaar dat ik zeg van, ik ben ontevreden. Ik heb die aandelen gekocht in de wetenschap, ik moet wachten. Maar ik heb langer moeten wachten dan ik had verwacht. Corona heeft ook dit bedrijf natuurlijk geraakt. Maar nu moet er geoogst kunnen worden. Dus voordat je de aandelen zou aanschaffen, zou ik zeker zeggen, kijk hier eventjes naar of dit wel echt iets is voor jou en of het dan interessant voor je is. Nou, dan het belangrijke, dat is namelijk, gaan eens kijken naar de grafiek. En dan pak ik eventjes de candles. Ik heb dit niet voorbereid op deze computer. Ik heb hem helemaal opnieuw moeten inrichten, omdat hij crashte. En dit is eventjes dus helemaal nieuw en ik moet ook kijken. Ik heb niks, geen indicatoren er maar in zitten. Ik heb alles weg moeten gooien. Dus vandaar dat het even leeg is. Als we gaan kijken naar hoe loopt dit, dan ziet dit er natuurlijk niet zo denderend uit. Hè? Iedere top is lager. En dan als je hier, dan zou ik ook weer een lijn kunnen trekken van hier daar naartoe. En dan heb je toch, hè, het is dan net even, haalt hij hem wel of haalt hij hem niet. Als ik hem ietsje omhoog breng, dan zou je zo kunnen zeggen van, oké, dit zou een vlagpatroon kunnen zijn, dan moet hij een keer uitbreken. Nou, dat betekent dus dat je geen haast hoeft te hebben. Want hij moet nog een keer uitbreken als dit inderdaad een vlagpatroon is. Gaan we ietsje verder kijken, ietsje verder terug, dan zie je dat dat vlagpatroon is niet erg oud. Hij heeft hem niet geraakt, oké, dat kan. En als we dan hier kijken, dan heeft hij hem wel. Want hier zou je nog kunnen zeggen, oké, net top. Niet helemaal op het puntje, maar toch wel redelijk bij. Dus dat dan wel. Hier zou je nog ietsje scherper kunnen zetten. Je zou kunnen zeggen van, wacht, dat moet ik even anders doen. Moet ik hem daar pakken, denk ik. Ik kan hem ook zo zien. Dan moet ik hem even ietsje zo. Voilà. Dus zo kan het ook en dan is die wel wat zuiverder en een wat langere periode. Ik denk, ja, dat kan dan ook. Dus ja, je ziet, het loopt toch omlaag. Het loopt niet echt omhoog. We hebben een enorme daling gehad. We zijn dan recent ietsje omhoog gegaan. Ja, dan zou je, als het bedrijf slim is, zeggen, ja, we kijken naar het laatste half jaar hoe we het hebben gedaan. Nou, dan ziet het er fantastisch uit. Want het is van 3,5 naar 7,5. Dus over het laatste half jaar kunnen ze prachtige cijfers op de beurs laten zien. Moet je eens kijken, 100% gestegen. Ja, maar alle andere perioden die zijn negatief. Dus daar moet je altijd alert op zijn. Dat je daar niet een beetje in de maling genomen werd. In de presentatie zag ik dat ook ergens. Dat ze, oh, we hebben het zoveel beter gedaan. Ja, dan is maar net welke periode neem je daar dan voor. Dus wees daar alert op. Ik ben nog niet enthousiast. Ze moeten het bewijzen en dan moet dat ook nog eens een keertje in de koers komen. Dus wees niet te gretig bij dit bedrijf. Dat hoeft ook niet, dat zie je. Hè. We hebben net een dieptepunt bereikt, dat is wel een stukje lager. Het gaat dan ook wel hard procentueel. Maar ja,
Niet zo heel lang geleden, in 2019, stond het bedrijf nog boven de 20. Nu staan we op 7,30 geloof ik dat ik net... Ja, 7,30, ja. Dus dit is niet echt dat je zegt van... Wow, je bent te laat. Dus in die zin, ik zou echt even wachten tot hij hier doorgebroken is. Minstens door die lijn. En dan misschien zelfs al je zegt van... Ja, moet je niet boven de 10 al gekomen zijn voordat je instapt? Ja, dan ben je alweer een heel eind verder. He, dus dat zou dan kunnen. Dus ik zou die lijn wel kunnen aanhouden. Maar je moet het zelf kijken of je het risico wil lopen. Want je ziet, het is hier behoorlijk hard omlaag gegaan. Dat wil niet zeggen dat het behoorlijk hard omhoog gaat. Helaas is het niet zo dat dat dus een zekerheid is. Dus daar moet je even rekening mee houden. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. En ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf je in op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.